Hallo allemaal en welkom nog eens op een gaming movie. We gaan vandaag Age of the Empires 2 spelen. En je ziet hier soms in mijn bovenhoekje dat er Psycho TV komt op te staan. Ik ben ook te vinden op Discord, dus jullie kunnen perfect ook mee chatten of brullen of noem maar op met mij. Eens even kijken, we gaan een standaard spel spelen. Of nee, we gaan een campaign dingen doen. Voilà. Age of Empires 2 is about empire building, combat and conquest. You start from humble beginnings, a small village in the dark ages. You explore to expand your borders, conduct trade to boost your economy, and research technologies to grow your civilization into a mighty empire. But there are difficulties too. Cunning enemies and rivals that oppose you, powerful castles to destroy, tyrants to bring down. And if you're skillful and a little lucky, you just might build a wonder of the world and create an... We gaan dus een nieuw spel starten. Dus we gaan English are terrorizing all of Scotland and it's time for us to fight back. But if we're to defeat them, every one of us will need to learn how to march and fight. Follow the path to the blue flag. First, click the soldier. Good. Now, right-click near the blue flag. Good! Now, move to the next flag. Click the soldier, then right-click near the flag. Excellent! To move to the next flag, you must walk through the black area. Moving into the black area reveals more of the map. The black area represents unexplored territory. That's all there is to it. Now go on to the next flag where you'll meet some allied soldiers. To move all your soldiers at once, click near the units and drag around them. Then right click to move them. Try moving your soldiers to the next flag. Did all your units make it to the flag? The road ahead is guarded by an English outpost. Scroll up to the outpost building by moving the mouse to the very top of the screen. Then click the red outpost. Right-click the outpost to attack. The outpost is destroyed! That should slow the English raids. Keep following the path to the village. Als deze totaal gedaan is, gaan we een gewoon spelletje spelen. Home sweet home. Voilà. The English are angry that you destroyed their outpost. They're coming to attack your village. Don't panic. Just click your soldiers and right-click the red English soldiers to attack. Defeat the enemy soldiers and you will have won your first battle. Good job. Now you know how to fight back against the English army. Okay, click op menu. Voilà. Scotland hat. Rumors. Zeg nu niet dat er weer een volgende level is. Ja, escape. English use very advanced weapons and armor. To win, you will need to advance to the feudal age and repel the English raids. Okay, dus we gaan nu een gewoon spel spelen, een standaard spel. Met vier spelers.
moeilijkheidsgraad standaard. Nee, we gaan gemiddeld nemen. Willekeurige kaart. Strijd tot de dood. Ja. Dus even kijken. Locatie kust. Nee. We gaan dat laten, zelf laten kiezen. Willekeurig. Zat daar hier niet tussen. Volledig willekeurig. Oké. Grote, reusachtig. Ja, dat heb ik absurd. Dat heb ik echt graag. Gemiddeld, ja. Andere spelers 3. Ja. Afvalrace. Oké. En dan spel starten. Voilà. We gaan maar eens beginnen. Oké, dan gaan we daar maar eens even eens aan beginnen. Dat was eens een hele goede. Even eens aan het checken. Even op pauze zetten. Dan kun je dat hier op pauze zetten. Zo, ja. Oké, accept. Oké. Zeg die person af. Even iets intypen. Ik vind het echt grappig dat jullie dat niet zien. Wij moeten toch redelijk veel gaan bouwen. Voilà. We gaan hier de huisjes bouwen of wacht, hier gaan de achteraan tegenbouwen. Ja. Musha Smita. Oh, dan ziet dat schoon. Er gaan er redelijk wat huisjes komen. Ik vind dat cool. Oké, voilà, laat die maar bezig zijn. Dan gaan we hier nog eentje bij maken. Okay.
Maar voor het effect gaan we dat hier allemaal zetten. Ja. Dr. Frederiks. Oei oei. Ben zo druk, mensen. Ja, hallo met Remus. Ja. Het gaat nog allemaal heel goed. Ik voel me nog altijd kip lekker. Oké, dokter Frederiks belde even met de dokter. Ja, ik heb morgen een afspraak bij de dokter. Bij deze. Weten jullie dat? Oké, waar was ik bezig? Ja, oké, daar was ik mee bezig. Voor stenen, ja. Je gaat dan, wacht hè. Voor hout, hier, ja. En dan kan ik direct naar de volgende tijdspanne gaan. Oké, we gaan naar de volgende tijdsperk. Ja. We zijn goed bezig. We kunnen binnenkort meer dan 100 mensen verwelkomen in mijn dorp. Maar dan moeten wel eerst alle huisjes in orde zijn. Ik ga die even verbouwen als mijn vorige. Oei. Hier staat wel een bonken in de weg, maar het maakt niet uit. Ik kan niet 100% uitkomen, maar niet uit. Voilà. En deze heb ik dan ook nog nodig. Deze gaan ze hier dan ook nog aanbouwen. En deze, ja. Ja, deze is heel slecht geplaatst, even. Oké, dan gaan we ook al eens beginnen met allerlei dingen, te onderzoeken voor betere dingen, noem maar op. Ik kan al meer dan 100 mensen verwelkomen. Yay! Als ik thuis kijk, dan betekent dat er iets voltooid is. Dan moet ik weer even gaan rondzoeken. Deze zijn in orde. In orde. En die is zelfs ook nog in orde.
We zijn hier heel goed aan het onderzoeken. Come on, come on, come on, come on. Ze komen er niet in de telemarketing. Oké, we zijn aan het... holy shit. Wacht hè, ja. Ik ga nu naar de kasteelrijk. En dan kan ik weer al wat verder bouwen. Ik ga die even samenzetten. Huh, wat staat hier nog open? Oei. Update later. Oké. Dan gaan we weer eens beginnen te bouwen. Hè. Een klooster gaan we bouwen. Een universiteit. Oké. Hoe mooi. En dan kunnen we weer al wat onderzoeken doen. Ziet je? Op staat er een. Voilà, wat onderzoeken. Wat onderzoeken, ja. Moeten we nog iets bouwen? Nee, hier dus niet. Kunnen we hier ook nog een... Ah, dat is voor te vechten. Gaan we er... We gaan er twee bouwen. Of drie. Drie ter. Nu is hij begonnen met een wonder. Kasteel. Oh ja, mannetjes. Dat meen je toch niet dat ze al begonnen zijn met de wonder. Oké. Maakt niet uit. We zijn nu bezig met de onderzoeken terug even. Ik ga zo eens even kijken als ik al de eerste aanval kan inzetten. Oh, ik moet... Huh? Zijn die komt niet aan, man. Die zijn al redelijk ver. Oh.
zijn nu echt heel goed bezig. Het kasteel bijna gebouwd, nog niet. Ik blijf ergens liever in een langere tijdperk. Ik kan zelfs een hele mooie aanval al doen. En dan gaan we de volgende. Oh. De eerste aanvallers proberen alles op te zetten. Voilà. Nu even nog wachten tot ze hier verzameld zijn. En dan gaan we dus de eerste aanval doen. Geel was mijn enemy, hè? Holy shit, man. Dat gaat even duren, vooral dat ik bij hun ben, denk ik. Wat hebben die daar klaarstaan? Damn you. Ik zie hier ook iets geels. We gaan die. Hier al stationeren. En die hier ook. Want ik ben blauw. Ja. Oh, wat is dat nu weer? Kom aan, keizerrijk, het is tijdperk. We zijn daar nu naartoe aan het gaan. Oh, die hebben we ook nog niet gebouwd, juist. Kom aan, hè. Ik ga nog zo eentje bouwen. We gaan zelfs een hele grote aanval opzetten. Come on, ik moet ook nog naar de keizerrijk gaan. En dan, oh fuck it. Ik wou zeggen. Het duurt toch wel soms wel even.
Yes, in de volgende rijk beland. We gaan dan ook maar eens beginnen aan de wonder. Voilà. En dan kunnen we weer wat onderzoeken doen. Voor mijn leger nog iets beter snel te maken. Ik probeer het zo snel mogelijk te doen. Hoe meer dingen dat je bouwt, hoe meer dat je kunt ook ontwikkelen tegelijkertijd. Heb ik niet bij nagedacht. Doe me na. Oké. Attack an enemy now. Ja, dat ga ik zelfs doen. Attack an enemy now. Ja. Had ik dus ook nog gedacht dat ze dat ook nog gingen doen, mee gaan aanvallen. Terwijl dat ik nog geen leger hier heb staan. Come on, man. Hoeveel is die wonder al? 26% nog maar. Oh my god. Enemy now. Thank you.
Smither. Queen. Usha Smither. Dan gaan we onze eerste aanval doen, hè. Ja. Een hele grote aanval, de eerste aanval, de wonder is al down. Maar die hebben nog een wonder. Die hebben nog een wonder, hier staan. Shit. Oké, de eerste aanval. Maar ja, de rest is ook al aan het komen. Ziet, hier zo, voilà. Mijn wonder ook klaar? Ja, mijn wonder is ook klaar. Oké. We gaan hier ook nog een paar erbij maken. Want we gaan het nodig hebben. Oké, als dat allemaal klaar is, dan ben ik al blij. Oké, we gaan alles daar zo laten verzamelen. Oké, let's go. Voilà. Nu zijn we toch wel een hele grote leger aan het maken. Ja.
Das hätte hier nichts mehr. Not here. An enemy now. Dat is al de volgende garde die al onderweg is. Dat is de volgende garde die al onderweg is. Voilà, en dan zijn ze allemaal al terug vertrokken. Deze mogen dan allemaal weg. Weg, ja. Dat is een en al nierennest, hè. Rode ook nog, hè? Dat is ook nog een enemy, hè. Ah, bondgenoot. Dan is groen een enemy. Die hebben ook al redelijk. Juist, hier komt altijd één set naartoe. Ja, want hun wil ik gaan aanvallen. Zijn er klaar voor de aanval van geel? Komt u maar.
We zijn een andere tactiek toe aan passen. Ik verlies dit toch. Attack an enemy now. Die wonderen, echt waar. Zit hier een wonder? Hier een wonder? Ah nee, dat is een kasteel. Ik heb maar één wonder, oké. Maar ja, dan moet je die nog zien neer te halen. Jaar, ik ben verloren. Ja, ik heb het opgegeven. En toch sta ik bovenaan en ik kan niet winnen. Tien. Negen. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Geel is de absolute winnaar. Proficiat. Zie je zo geen... Ah, oh, voilà, ziet. Psycho TV. We hebben 1:11 gespeeld, man. Aha. We gaan nog eentje doen. Ja, we gaan nog eentje doen. Reed tot de dood. Kaarttype volledig. Echte wereld. Ja. Waar komt dat toch telkens keer die channel al? Ik ga die channel even eens muten. Voilà. Afvalrace. Scoren. Ja. Geïnlimiteerde. Hallo. Zege tijdslimiet. Ook geen tijdslimiet. Verovering. Ja, oké. Okay.
En ik ga het niet meer op gemiddeld, ik ga het op standaard houden. Voilà. Voilà, we kunnen nog eens beginnen. Ik ben Mongolen tegen de Slaven, tegen de Franken, tegen de Teutonen. Is iets bezig. Maar het lukt niet. Jawel, kijk eens naar mijn voedsel en al. Voilà, ik ben begonnen. Mijn bouwen. Wat huisjes. Ik ga het hier zetten. Ja, hier wat huisjes bouwen. Oh, huisjes. Dat ik nog meer mensen kan recruiten. Zo kun je eigenlijk ook je eigen stad een klein beetje open schermen tegen vijanden. Laat die nu maar bouwen. Ik ga er twee nieuw nemen. Zijn dat de vijanden? Ja. Oeh. Waar zit ik? Ik ben blauw. Ah, daar. Ik zit dus helemaal op een eiland. Ik moet dus mensen gaan overplaatsen naar een ander land toe. Oké. Dat wordt dus mijn taak. Oké. Dan gaan we ook al een paar vissers bootjes bouwen. Havens. Voilà. Gaat goed vooruit. Oh, en ik moet zo nodig naar de wc. Dan moet je dat subit maar eens gaan doen, hè. Help, mijn vijand is in mijn stad. Ja, ik kan ook niks aan doen. Die transportschepen ga ik daar zetten. Oké, voilà. Dan hebben we ook hier nog hout nodig. Kunnen we al zelfs naar hoeveel kunnen daarin voor passagiers? 5 nog maar. Oké, en nu moet ik toch even wachten tot ik naar een ander tijdperk ben. Ik ben zo terug. Hmm.
voilà, hier ben ik terug. Oh, ik ben al naar de andere tijdsperk al gegaan, zie ik. Ondertussen tijd. Dus dan gaan we ook beginnen wat onderzoeken doen. Dan staan we er al redelijk genoeg, hè. Oké, voilà. De transportdingen staan ook al klaar, dat is goed. Dan gaan we weer al wat bouwen. En aan de aanvalsschepen gaan we daar zo aan laten meren. Ja, ik kan er niks aan doen. Dus ik sta er nu helemaal volledig alleen voor. Oké. En dan belt mijn schatje weer. Hallo mijn schat. Oh, lekker voetjes in het water. Ja. Zeg het eens. Ik. Ah, je zit bij mama. Als hij hier onder het weten komt dat ik weer al weg ben. Ik zit nu volledig schaakmat. Sorry, schat. Weet het. Dus je gaat niet komen, hè? Ja, ik kan niet. Ja, ik weet het. Nu hoor je het ook van mij, mijn mama. En ik heb hem morgen sowieso laten testen, goed? Ja, dat is goed. Dat is goed zo laten. Ja, nu heb ik het. En waar zit jij bij? En wat gaat jij nog vandaag nog allemaal dan doen, schat? Ja, ik kan bij mama genieten, hè? Ja. Ik mis je zo fel, hè. Ja, ik ook. Maar we kunnen nu niet anders. Ik weet het. En mama
dan is het cool. Ik zal het u doorsturen via WhatsApp, de post. Oké. Wat ze gekregen heeft. Oké. Ik ga direct kijken, goed? Nee, het is nog niet de zonde. Nu wel. Ja, ik ga kijken nu. Oh, schoon. Ja, maar anders komt het heel los. Dan hangt dat zo. Oh, dat is schoon, schat. Ja? Ja. Ja. Vond het echt heel mooi. Wat schatje, ik ga je laten. Ik ga even met mama goed bij je kletsen. Oké, dat is goed. Tot later. En, ik bel je morgen dan weer. Ik bel je straks weer. Oké. Als ik bijna weg heb bij mama. En als ik thuis ben, bel ik je niet meer. Ik stuur wel. Oké. Stuur je dan wel. Oké, dat is goed. Oké, doei. Salut, Lucas, you. Eindelijk. Ja, en... Oh, ik kan heel lekker wat kindermovies gaan maken, denk ik. Oh. Ja, ik ben wel even achterop geraakt met... ja. Met het spel. Kom aan, kom aan, kom aan. Dan kan ik oorlogsschepen bouwen, trek. Hoe lang ben ik al bezig? Al een uur. Oh. En dan kunnen we ook weer al naar een andere tijdsperk gaan, normaal gezien. Ja, zie dus. Oei, opzadere. Wat onderzoeken. Valassa, hier is nog wat onderzoeken. Ja. Nog wat onderzoeken. Ja. Hier nog wat onderzoeken. Ah ja, het ijzeren ding. Dat gaan we dan ook wel doen. Zit dat tegen mij eens gaan.
Zit die ontwikkelingen hier maar eens doorvliegen. Op Sadri, op Sadri, op Sadri, op Sadri. Oké. Okay. Ook niet overdreven, hè, Dimitri? Nee. Die twee werken samen, hè. Dat is juist het probleem. Hè. Hoi, ik kan weer allemaal gaan verbeteren. Hopsa 3, hopsa 3, hopsa 3, hopsa 3, hopsa 3, hopsa 3. En dan hier ook nog. Hopsa 3, hopsa 3, hopsa 3. Hopsa 3. Hopsadri, 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 en ik bleef maar verbeteren, en jammer, jammer. En dan gaan we hier ook de wonder bouwen. En dan gaan we zelfs de aanval inzetten. Ik ben een 5B aan het maken.
Dass der erste Anfall alles hinsetzt. Ja, dat zijn de eerste reeks al van boten. Oei, ik heb geen nog wat huisjes gaan bijbouwen. Oké, dan. Dan kunnen we met deze hier gaan aanvallen, ja. Het is echt nu een waterpetal geworden. Die komen dan niet aan mij. Thank you.
Og Maimon, vi kan stjele Sterikahol! Wat ik al ga doen ondertussen tijd. Weer al wat bordjes bij maken. Ik heb toch mijn tweede patrouille al naar hier al laten schepen. Nog veel? Nee. 300, kom aan! Nog 200, kom aan! Ik ben nu al die haventjes ben ik niet aan het proberen kapot te maken. Nee, we gaan even terugtrekken naar hier toe. Met de andere bootjes. Die zee hier aan het over aan het nemen. Wow. Dat zijn er wel redelijk veel. Die ik zelfs allemaal ga inzetten. Wat ik dan ga bouwen. En eerst deze reeks zal laten varen. Oké.
Even kijken als we daar aan geraken. Nee. Hier misschien. Het gaat eraan. Ik ben ze allemaal kapot aan het maken. Waarom? Zul je het echt wel zien. Oké, we gaan deze hier zo zetten. Transportbootjes. Een paard er. Voilà. Ik moet er 20 in.
Ja, ik was even gaan kijken buiten. Geen succes. Het kan toch wel vrij lang duren als van een spel. Ik weet dus echt niet hoe lang dit spel nog gaat duren. Voilà, die zijn er ook al 20. Deze gaan we daar ook al aan meren. Hop. Even hier opladen. Ja. En deze terug. Ik zit echt op een eiland. Hey, niet vertrekken, niet gaan vertrekken. Oh, godverdomme.
ook al vol? Ja, vol. Oké. Okay.
stomme vlieg. Kom aan, dat ik nog verder kan bouwen. Want ik wil hier echt... Oké, we zijn begonnen. Godverdomme, nu komen ze wel allemaal. Oh, fuck. Gaan we hier even gewoon nieuw maken. Fuck it. 10 nieuwe. Blijf maken nu. Godverdomme. Jawel. Die moeten hier blijven. Kom aan, naar Timmy. Blijven maken. Dit moet er niet tussen. Thank you.
weer onder controle. Ik probeer nu gerichte aanvallen te doen. Heb ik hem nu? Nee, ik heb hem nog niet. Botten aan het zoeken. Ik kan er toch 15 maken nog. Toch zal ik ooit die muur afkrijgen. Ga doe het. Schepenbouwen ooit nog eens. Oh, kom aan, en dan weet ik dat niet. Ik zie je weggelokt. Yes, ik zie je weggelokt, dat is goed. Blijf maar omhoog, blijf maar omhoog, blijf maar omhoog. Oei.
Mensen, ik geef het op. Na 2 uur. Ik geef op. Oei, ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Eon, hoho. Heel veel bedankt om te kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie. Oh, wat terug. Eeuw.